Roadtrip. Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we op gezette tijden weer een afrit gaan nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en manoeuvreert hier bijzonder voorzichtig uit een fastnet, Yves Wouters. Hallo, hallo. Yves, we bevinden ons in, en ik hoop dat ik het juist ga uitspreken, ik ga het waarschijnlijk 17 keer verkeerd uitspreken, de Tesla Model X. Plaid. Niet de plate. Niet de plate, wat ik altijd wil zeggen. Maar... Zoals je op je tafel ligt, in ons geval toch, maar de plaid. Oké, Wim, ik ga proberen naar rechts te pinken, want hij is ook uitgerust met het chokestuurwiel, hè? Dat klopt. Het is inderdaad ons beider eerste kennismaking. Sorry. Soms stoetert hij ook. Dat is niet expres. Daar, vast net kontig. We zijn weg. Mag ik hierdoor biegen? Ja, dat kan. Rechts is klaar. Ja, het is nogal gek. Ik heb hier de snelste auto van, denk ik, wij de omtrekstraal. Maar ik durf hier gewoon geen acceleratie, hoe noem je dat? Energie meegeven. Nee, voilà. Stroom. Zie je, want eigenlijk kan ik je dat perfect voorzien, hè? Want trage video. Oké, we gaan vertrekken, hè? Ja, ik ga me vast. Doe maar. Ik zou die auto nog 17 keer voor kunnen zijn, maar ik durf niet. Oké, dan zeg het nu. Kunnen we? Als je nu rap zijn wel, ja. Oké. Rap zijn kan die auto wel, denk ik. Oh, mannetjes. Oh, moeder! Een beetje onpasselijk. Dit is de eerste podcast waarin Wim na 1 minuut al om zijn moeder riep. Oh nee. Ja, maar, nee, dat deed pijn. Dat is echt onpasselijk van dus te worden. Dus de plat is niet de bomma-versie, maar de snelle versie. Dat is de snelle versie waarmee je de eerste kilometers of maanden mee als een bomma rijdt als het jookstuur heeft. Ja, het is wel een beetje indrukwekkend, dat jookstuur. Want ik had zo verwacht van how hard can it be? En er wordt wel vaak mee gelachen, maar het is vooral... Het is heel hard wennen. Ik wist niet dat ook de richtingaanwijzers op het stuur staan. Maar niet à la Ferrari met links en rechts, wat dan nog aan zich een beetje logisch zou zijn. Dat had veel logischer geweest. Maar wel gewoon op de linkse kant van het stuur staan zowel links als rechts. Ja. Dus... Ze staan gewoon onder elkaar, hè, aan de ene kant van het stuur. En dan zie je het nog wel logisch, omdat als je naar beneden aan een hendel trekt, gaat ook naar links pinken en naar boven. Ze staan ook op die manier. Maar toch, je zou... Het is denk ik ook een menselijke logica om te zeggen, ik wil naar rechts, dus ik duw op de rechterkant van het stuur, ik wil naar links, duw op de linkerkant. Ja, maar dan druk je op de toeter. Voilà, de toeter is terug. Maar even ter herhaling. De plat... Sorry. Is drie motoren, correcte Klopt. Pol, ja, 1020 pk? Dat wordt gezegd. Nu... Zegt men wel eens. Ja, we zijn daar straks op een eigenaardigheidje gestoten. Een journalistiek onderwerp dat we eens moeten uitspitten. Tesla zegt inderdaad, voordien zeiden ze altijd, wij communiceren niet over vermogens en over batterijcapaciteit enzovoort. Adequaat. Maar, voilà, het was een beetje het Rolls-Royce dingen van, het is genoeg. Maar voor de plat hebben ze dat wel gedaan en hebben ze gezegd van kijk, er zitten drie elektromotoren op en die zijn goed voor 1020 pk. Maar op de inschrijvingsdocumenten van de auto, we hebben het omgerekend, was het 623 kW? Zoiets, een slordige 800 npk. Ja. Dus daar zit een inconsistentie in en wij zijn heel benieuwd wat de verzekering daarvan gaat zeggen. Misschien wordt een auto maar verzekerd op 830, maar voilà. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Hè. Okay. Ik ga proberen een bocht te nemen met stuur. Ja. Het werkt. Ik moet overpakken, dat is niet handig. Dat overpakken is lastig. Hè. Maar dus, een beetje hetzelfde principe als met die over-the-air updates, waar Tesla meer vermogen mee vrijgeeft. Van uw inschrijvingsbewijs zegt een bepaald vermogen. Is dat het volledige vermogen dat die een elektromotor aan kan? Wees er klaar voor. Laat dat toch. Nee. Pas op voor een bocht, Yves. Ja, er komt een bocht. We bevinden ons in Duitsland, hè? Ja. Daar mag dat, hè? Wou ik erover zeggen, Wim? Is het niet gewoon een beetje ik heb het niet op het stuur. Is het niet de verzekering dat een beetje mee moet in dat verhaal van oudsher dat de pk's al op papier staan? De auto's veranderen over die air updates, worden doorheen de dingen verbeterd. Dus is het niet de verzekering? Oh, dat stuur voelt zo. Ja, maar dat gaat toch een soort kader moeten hebben waarbinnen dat zo'n beetje binnen de mate altijd, van het redelijke. Is het van... niet altijd een beetje een gek kader geweest dat auto's ook verzekerd worden op pk's? Sorry, ik ken iemand zijn 90 pk sterke Golf. Ik was aan een Seat Ibiza TDI dan onze Joram met zijn S-Type met een V6. Hè. Allee, ik heb er altijd zo'n beetje een raar concept gevonden. Dat eigenlijk zegt de verzekering de facto, meer pk's wil zeggen dat je een groter gevaar op de weg bent. Ja, maar ik denk dat het gewoon een soort
arbitrair dingen is, want anders moet de verzekering elke chauffeur individueel gaan opvolgen om te zien hoe dat hij met een auto rijdt. Heel logisch, Dan zitten met privacy en tracking, maar we wijken eigenlijk af. Amai, ik wou net zeggen, het gaat wel over de Model X, hè, Wim. Voilà, mensen waren hier aan te wachten op acceleratievideo's en wij zijn over de verzekering bezig. Welkom bij Autofans. Wat mij opvalt is wel dat, dit is trouwens mijn eerste keer het stuur van de Model X, schaam op mij. Voor mij ook, al de andere Tesla's heb ik al getesla'd. Ja. Nou, vanaf dat zo'n kolos en een walvis is, is hij wel heel vlak in de bochten. Ja. Ik ga weinig hellen. En ik had zo het gevoel dat dat meer bootgevoel ging zijn. Dat valt inderdaad heel goed mee. Ja. Soms op een beetje het oncomfortabele af. Kasseiwegen en zo is het iets minder... Maar heeft het niet meer te maken dat er waarschijnlijk nog een instelling of... Ja, ik zal zo meteen... Wacht, ik zal zo eens kijken. Dat is waarschijnlijk een hele lijp. Op het grote vering hier. Bok! Ja, hij staat op laag, hij staat niet op normaal. Maar ja, heeft het een impact op de hoogte? Maar madameke, waarom sta je in het midden van de weg met uw e-step? Ik heb ook een e-step, maar een beetje groter. We hebben ook een voortbewegingstoestel. Ja, voilà. Daar gaan we weer, Wim. Ik zet mijn scherm. Oh, mannen, nee! Oh, mannen. Oh, het gekke is, mijn initiële punch, heb je nog zoiets van... Ja, dat is klassiek. Dat hebben we nog wel meegemaakt. Dat is heel snel en niet aangenaam. Maar dat blijft gaan. Het blijft komen. En dat is inderdaad... Dat is inderdaad wat een Tesla een beetje speciaal maakt. Zo die acceleratie tot 100, tot 120, 130, dat is normaal. Heel vaak zijn ze begrensd op 160. En dan heb je het gehad. Dit is 262 km per uur topsnelheid. En heel het batterijmanagement en de elektromotoren zijn er ook echt op gemaakt. Is het trouwens niet... bij de Model S plate... Is dat plat, sorry. Is dat, hè? Is dat niet 300 en kilometer? Maar dat heeft te maken met blijkbaar een upgrade met remmen. Als je van die carbon-keramische remmen installeert, wordt ook de topsnelheid geüpgrade. In wat voor hoeken zit je hier te draaien met dat stuur? Je bent zo'n beetje zo... Dat vind je wel, want... Is dat slangenbezweerder. Je kunt niet meer een gewoon stuur krijgen. Jawel. Aanvankelijk, want de plats zijn in de VS al even verkrijgbaar, al sinds 21 denk ik. Hier zijn ze sinds het vierde kwartaal van 22 verkrijgbaar en ze worden nu allemaal geleverd. Ja. Aanvankelijk was er gezegd, je kunt hem alleen maar met het jokestuur bestellen, maar vorige maand denk ik heeft Tesla gezegd, goh, weet je wat, we zetten ook nog een gewoon stuur als je dat per se wilt. Het kost evenveel, het is namelijk gratis. Ik denk stiekem wel dat het gewone stuur het betere stuur gaat zijn. Ik had zo nog het gevoel er zeker van. Van de coolheidsfactor, ik wil het nog geven. Hoe dat ik het aan mijn stuur en ik zit van... Nu, ja, en ik snap ook wel, zeker de eerste jaren, zo Tesla, dat was het merk van de early adopters. Ik moet nu pinken, dat gaat niet. Nee, voilà, dat is... Ik heb gepinkt, dat is te laat. Het voelt zo... want ik ben ook aan het pinken. Pinken af, voilà. Toyota doet het ook. En Lexus met hun stuur, dat noemt dat niet het joke-stuur, maar het One Motion Feeling. Het heeft allemaal een beetje wat vibratornamen. Maar goed, ja, de One Grip, wat nog altijd een vibratornaam is. Maar goed, maar daar is het wel steel by wire, waarbij dat de ratio van slag tot slag helemaal aangepast wordt. Ja. En dat is hier wel niet. Dit is echt gewoon de klassieke ratio van de Model X. Ze hebben gewoon letterlijk een stuk van dat stuur. Dat is nu ook niet waar, want het is wel een ander stuur. Ja, absoluut. Het ziet er toch wel. Ik wou nog zo het voordeel van de twijfel geven. Zijn we niet allemaal een beetje aan het neuten om te neuten? Maar ik weet toch niet goed dat dit het wel is. Ja, ik denk vooral, het wordt voor mensen die een Model S of een Model X kopen of krijgen van een baas of weet ik veel. Op krijgen van een baas? Is dat behoort tot de mogelijkheden? Ik neem aan dat. Ik ga pinken en Wim. Pinker staat. Ik ga mij vast voor pinken. Pinken staat aan. Ik ga nu de bocht nemen. Bocht nemen, check. Ik heb mijn stuur ergens vast. Okay. Het stuur gaat... pinker. Pinker zelf afgaan. Gecheckt. Je hebt voorrang. Ik heb voorrang. Sorry, meneer. Wat wou ik nu zeggen? Dat uw baas en een Model X. Dus van mensen die voor het eerst in een Tesla stappen dan, die dan zeggen van, we hebben een S en een X gekocht met dat stuur, de leercurve is heel steil. Ja. Als je niet, nog nooit elektrisch gereden hebt, is sowieso elektrisch rijden al een leercurve, maar dit stuur... Ja, het is zelfs elektrisch rijden is een leercurve, en Tesla rijden is ook een leercurve. En dan dit stuur zeker, want... Dus de joke, laat het maar. Een auto. Niet dat ik traag ben of zo. Ik heb voorrang, maar gaat een auto ook doorhebben? Paniek! Nee.
Nu, voor de rest, ja, ik moet wel zeggen, eerst keer met de Model X. En ik heb altijd zo gedacht dat dat een beetje zo'n stiefbroertje was van de Model S. Logge Zeppelin, maar dat is het niet. Ik valt dat het echt mee, niet. Ja. Ja, het blijft zeker, als je van voor erin zit, zo van een Zafira Live-achtig ding. Met de Patrick Picard, de hypnotiseur, brilleren. Ja, hè? Ja, wel. Absoluut. Maar ik moet zeggen, helemaal als je ermee rijdt. Maar ook het gewicht viel mee, toch? Ja, viel mee in die zin. Ik kom net uit een Range Rover Sport van 2,7 ton. En dit is lichter dan een Range Rover Sport. Is dat eigenlijk niet hallucinant? Dan een gigantische Tesla propvol elektronica met ook een vrij gigantische batterij minder weegt dan een Range Rover met een verbrandingsmotor. Ja. He, want we zeggen altijd maar dat elektrische auto's zwaarder zijn dan auto's met verbrandingsmotor. Maar dus hier wordt een beetje het tegendeel bewezen. Ja, zeker. Omdat als je naar een Model 3 kijkt, oké, die is een heel stuk kleiner. Mm-hmm. En de batterijen zijn niet zo groot, want dit is, wat is het, 100 kWh waarschijnlijk. Maar ja, niet zo groot. 70 is ook al aan de grote kant. Ja, tuurlijk. Hè? Maar die zitten aan 1,7 ton. Hè. 1,7, ja. 1,8. Ja. Dus, ja. Oké, je hebt meer auto. De leegte die geïntroduceerd is in de Model 3 en de Model Y van... dashboard, ja. Ik vind dit eigenlijk gezelliger. Klopt. Met dat scherm voor je neus. Dat scherm is zo dankbaar. Hè. Ja, en ik vind het jammer, het wint in een Model 3 en een Model Y, wint het als je in een ooghoek rechtsboven of linksboven van het scherm liever naar je snelheid kijkt, maar je hebt het toch liever voor je. Of in een head-up display, hè, als ze het dan toch zo graag zonder een display willen. Maar ze hebben het aangepast ook, want dit is dan zogezegd de gefacelifte Model X. Mm-hmm. Dus ze hebben hem van binnen ook helemaal aangepakt, materialen wat aangepast, pinken. Zetels verbeterd. Ik heb gepinkt. Je hebt gepinkt, ik heb het gezien. Okay. Het staat op video. Het gaat terug uit. Ja. Voilà. Hey. Vooral de hoekige slag terug naar de rechteruitstand. Om voilà. Zeker te zijn, Wim. Maar het stuur, ja, het blijft Ja, dat schiet dat de gangmaker van... Een auto met 1000 pk is de gangmaker, maar het stuur, daar gaan we een half uur over praten. Dat is het probleem. Ik durf dus niet even zien, want dit is meestal mijn... dat is uw stuk hier, hè? Mijn niet-glijbochtje. Ja. Maar ik durf dat dus gewoon niet. En we zijn weer met dat stuur. Want ik heb schrik als ik moet overnemen, dat ik niet weet wat ik dat je ergens in het eilen overneemt en dan zo in een decor belandt en klaksoneert. Dit is eigenlijk een ideaal Amerikaanse rechtdoorauto. Eigenlijk wel. Maar dat is ook volgens mij de reden waarom dat ze dat stuur hebben geïntroduceerd. Want 180 graden stuurslag, hoeveel... Ja, dat is wel dadelijk... We gaan nu zo dadelijk rond punt. Sorry, ja, de introductie, vertel. Omdat ze zeggen van, ja, we hebben niet alleen de richtingaanwijzers weggehaald, maar op de Model S, en ik neem aan de Model X ook vroeger, hadden op de stuurkolom ook uw richtingaanwijzers, van Mercedes, lichten en zo. Dat hebben ze ook allemaal weggehaald, dat hebben ze nu achter het scherm gestopt. Zij zeggen van, ja, dat is omdat onze klanten dat tof vonden. Dat is het vaakst gehoord. Fuck my life. Hoe moet ik nu omgekeerd pinken? Blijven rijden, Yves. Blijven rijden totdat je het weet. Ik weet niet dat de juiste kant was. Geen idee. Maar dus, dat hangt allemaal samen met dat autonoom rijden. Wat, hè? Dat is, ze zitten daar een beetje aan een plafond. Oké, Musk zegt van, ja, we kunnen dat wel automatisch laten rijden. Dat is een, zeggen zoals het is, een proefproject in de VS. In Europa gaat dat niet. Oh, echt. Sorry. Mercedes zit er ook een beetje aan een plafond met die Drive Pilot. Dat mag alleen in Duitsland op bepaalde stukken snelweg. Dus momenteel gaan die evoluties niet meer zo snel als voordien. Dus heeft Tesla waarschijnlijk gedacht, dan passen we al de rest al aan. Dan verkleinen we het stuur al, dat gevoelsmatig ook niet meer echt als een klassiek stuur aanvoelt. Dat de stap naar, je hebt geen stuur meer nodig, dat ook wat kleiner wordt. Het feit dat je versnellingsbak gewoon met een touchscreen bedient. Ja, plus het dat is je een nu functie de functie als je instapt en je gaat op je elektriciteitspedaal staan, gaat je deur automatisch toe en gaat die automatisch in drive als je ik moet pinken. Het is heel funny geweest dat er nu gewoon geklaksoneerd op een punt is dit absoluut is niet nachtmerrie, bruikbaar. Ja, een nachtmerrie over de helft, ik zie er de lol van niet. Maar dus, ik wil maar één ding zeggen, als je een Model X ziet rijden, dames en heren, en die pinkt niet, het is niet vanuit arrogantie. Het is echt, hij kan er niet aan doen. Hij kan er gewoon niet aan doen. We hebben al gezegd, van, misschien moeten we Tesla de suggestie doen van mensen die het jookstuur besteld hebben, als ze hun auto komen afhalen, geeft ze een L mee voor op de achteruit. Laat dat een maand hangen. Laat ze even winnen. Als ze dan raar beginnen te pinken naar links en naar rechts tegelijk, maakt niet uit. Het is gewoon omdat ze hun stuur... Ja, ik ben wat teleurgesteld in Elon Musk, omdat dat toch de funny boy van heel de autosector. Had dat toch grappig geweest dat op die puntjes hier van boven zo van die triggers hadden gestaan. Alsof dat gaan schieten zijn om te pinken. Dat je zo... Allee, dat zou ik dan tof vinden, hè, volgens mij niet. Dus je kunt het suggereren, want er zit een modus op blijkbaar nu, die er naar verluid gekomen is door een suggestie van een Tesla-chauffeur, die zei van,
al die rijgeluiden en al die bliepjes en signaaltjes en zo, mijn kinderen, als die slapen op de achterbank, die worden daar wakker van. En dat is blijkbaar een zekere Joe, en nu zit er een Joe-modus op die geluiden aan boord allemaal stiller zet. Zoals het Night Channel van Saab destijds. Bijvoorbeeld, wow. Ja, ja. Maar dan de, alle mogelijke rijgeluiden en zo. Ah, ja. Oké, okay, cool. Nu, hamvraag is... Ja. Moet je per se de plat hebben, als je nu toch nog een Model X koopt? Want ondertussen is ook de gewone versie terug geland, denk ik. De van de long, Model S alles is wel, hè? De long range, denk ik dan. Ja, ja. En die schelen... nu wil ik het kwijt zijn. Ik denk ongeveer €20.000 in prijs. Dit is €144.000, wat ook al waanzinnig veel geld is. De long range zal dat dan zijn, denk ja, ik. Ja, ja. Is 100 in de 20 zoiets. Het is natuurlijk, het probleem is vanaf zo'n budget is die opstap niet zo gigantisch. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. He, om te zeggen, ja, 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 tuurlijk. Oh, we schoepen er nog 20 bij voor de, dit. Ja, ja, voilà, allee, in de meerprijs is verwaarloosbaar. In dat segment, ja. Ja, voilà. Ja. Ik heb wel zo een probleem met die auto wel, omdat ik er even mee gereden heb. Mm-hmm. Je wordt daar weer heel snel gewoon, hè. Ja. Je wordt dat, dat is eigenlijk absurd veel vermogen, maar nu na de 7e keer daar vol gas mee geven, dan... Ja, het is inderdaad niet zo ook dat je moet, tenzij dat je hem in die Ludicrous laat staan, aan de batterij is bijna opgeruimd. Ja, je hoort zijn volle bak nu opwarmen. We kunnen bijna naar de dragstrip mode gaan, waardoor het dan nog sneller accelereert. Naar de dragstrip. Ik heb het nodig. Ik heb al 7 keer gewoon geaccelereerd, dan gaan we even stoppen. Is dat nu nog aan het pinken? Je bent rechts aan het pinken. Dat is niet waar. Ah ja, jawel, jawel, dat moet naar rechts. Links is waar uw dame rechts staat. Ja, voilà. We gaan naar de dragstrip hier in Duitsland. Hè? Ja, we gaan even knippen en dan gaan we naar Duitsland. In Romst. Zou iemand dat gaan doen? Ja, we moeten dus effectief de meerprijs opleggen. Goh, het, ja, wij vinden zoiets een gimmick, hè. Ja. Want je moet bijvoorbeeld al de batterij een half uur voorverwarmen als je ja, echt het maximale dus eruit moet halen. Wat ik teleurgesteld in was, toen dat ik vroeg van die flatmodus. Ja. En ik wou dat ding aanvinken. Mm-hmm. En plots zegt die batterij eerst 32 minuten. 32 minuten, ja. Voorbereiden voor piekprestaties. Ja. En niet alleen dat. Onderweg heb ik hem even terug in comfort gezet om richting onze startlocatie te rijden. En ik zet het terug op, terug 32 minuten. En ondertussen hebben we toch al gereden, dus aan zich moet die batterij toch al iets van warm. Als je dan zou zeggen 10 minuten. Nee, elke keer als, je dat als we het nu afzetten, het is nog 1 minuut. Maar als ik het zou afzetten en terug opzetten, moeten we dan terug 32 minuten Dan moeten we nog 32 minuten volhullen. Dat is wel een raar concept, toch? Ik vermoed dat dat met batterijmanagement te maken had. Mensen mogen mij gerust verbeteren. Omdat dat echt over performance gaat en niet zozeer over... Ik denk inderdaad dat dat vooral uit vrees is dat de batterij niet stuk gaat. Voilà, dat er een soort beveiliging ook... dus dat daar allemaal beveiliging, dat die performance... Er wordt veel gevraagd van de batterij dan. Ja, gezond, hoe gezond zou dat zijn ook voor die batterij natuurlijk. Ja? Maar dus ja, zou jij meer betalen voor de plat of niet? Kijk... Ik heb het aan zich al niet echt voor de Model X, maar ik moet nu zeggen, nu dat ik ermee ronddraai, mits een gewoon stuur, en die 6 plaatsen zijn wel cool, want je hebt vanachter eigenlijk maar 2 plaatsen, maar dan heb je in de koffer nog eens 2, dus het is een 6-zitter en niet een hè, want we zeggen wel altijd zo 3 plaatsen achteraan, maar in de meeste auto's is dat ook niet. Dus in die zin is het wel cool dat je, en ik heb ze getest, 6. Volwaardig is misschien overdreven. Ik ga u even onderbreken voor een dienstmededeling. De batterij is klaar voor piekprestaties. En hoe wordt dat nu geregeld, die piekprestaties? Ik kan gewoon nog zeggen, met 6 plaatsen is dat natuurlijk wel handig. Hier, maar... dan gaat het stil moeten staan in gebruik van launch. Dan gaan we moeten dat doen, het is natbaten, Wim. Ik neem aan dat hij dat wel geregeld krijgt. Ja, ja, dat is als passagier gemakkelijk om te zeggen. Maar ik... Je moet gewoon mikken op de rechthoorrief. En dan is het zo voet op de rem, voet op het gas, rem loslaten. Nee, ik wil het niet, Wim. Ik heb bang. Ik ben niet vaak mensen bang. Zijn al 19 minuten naar ons aan het luisteren. Voilà, rempedaal indruwen met de linkervoet. Nee, gaspedaal volledig induwen. Nee, Wim, dit is gefout. En dan gaat hij zeggen, klaar om te starten. Oh, dit gaat want de vering gaat ook een beetje zakken en dan gaat hij loslaten. Oh my god. Oh, mannen! Fuck my life. Oh, mannen. Ik lag je altijd... gaat in de YouTube... Zo kijk, de... kijk. Ah ja, een fazant, auf Deutsch. Opgelet, fazant. Dag, bitte fazant. Oh, ik ben een beetje mottig. Ja, ik ook. Oh, mijn bloed is uit mijn handen getrokken. Zet dat af. Wim, comfort. Okay. Geef mij... Oei, dat gaat er niet meer uit. We zitten vast in... Hey, waarom mag ik niet uit? Ah nee, zo. Voilà.
Alles is oké. Adem het even in en uit. Het is oké. Ik ga je grappig met je datje zeggen. Je bent een trotse vieren vrouw, Yves. Kom maar, zeg het. Herhaal het als een mantra. Ik ben een trotse vieren vrouw. Voilà. Ik ga nog één ding naar mode verder, ja. Uw dingen. Ja, ja, ja. Ik heb in mijn leven nog maar met 2 auto's gereden, waarbij dat ik bij het accelereren het bloed uit mijn handen heb voelen wegtrekken. En dat was de Tesla Model 3 Performance, en daar mag nu officieel deze Model X plaat bij. Voilà. Dus, moet je 20.000 euro bijbetalen van de plaat? Ja. Mijn speeksel is nu een beetje terug aan het vloeien van mijn keel terug naar mijn mond. Ik heb pijn in mijn oogholtes. Ik wou zeggen, je gaat dat in de YouTube, in de geluidsdingen kunnen toch kijken van wanneer dat mensen het vaakst hebben gekeken. Ik denk dat dat fragment van Terjas, dat zo'n piekske gas zijn in die grafiek. Ik heb vooral, en ik vind het zo erg, hè, want ik dacht, nee. Wij hebben ervaring, bedoel, buiten de Rimac Nevera hebben we alles al wel van gereden. En al die Instagrammers en TikTokkers die daar zo fars over doen, denk ik altijd van, ja, dat is voor uw Instagram en TikTok, maar... Het is, ik zal u zeggen wanneer dat een auto te snel is, hè. Ja. Niet als je wow zegt, maar als je zegt van, als je het is niet aangenaam, het is niet leuk niet meer. Ik was net aan het zeggen van, stop het. Ik wou net zeggen, het zindert nog na, maar niet op een goede manier. Ik heb pijn. Ik heb op dit moment hebben mijn hersenen, mijn neocortex, of hoe noemt dat daar? Uw prefrontale cortex. Dat is mijn achterkwap. Ah. Heeft een beetje pijn. En dat is inderdaad... Mijn nervus vagus is ook een beetje in disbalans. Dus het is wel... Ik denk dat ik... Ik denk dat ik deze nacht in mijn bed dat fragment nog 17 keer ga herbeleven. Ik denk dat als passagier zo mogelijk nog meer interessant is. Ja, je hebt niks controle. We vroegen ons daar straks trouwens af van, ga je dat verschil nu merken? Je gaat dat toch niet merken? Want Tesla zei ook, goh, dat gaat om enkele tienden, die een dragstrip modus. Ik denk dat ik moet zeggen, volgens mij merkt het. Het is echt gewoon het verschil tussen deze en dat. Ja. Maar echt heel hard. Ja, en het was dan eigenlijk nog op een nat wegdek. Ook al, en in die zin, om dat vermogen, ja, veel gewicht wel... Want waarschijnlijk op droog wegdek zal het nog hallucinanter geweest. Ik denk dat je nog wel een tiendetje kunt afpitsen. Maar aan zich, op nat wegdek, ik vond het ook als chauffeur zijnde, de auto, ik voelde hem wel links en rechts bijtrekken, maar wel heel sereen. Ik had niet het gevoel van, oeh, dit is onhandelbaar. Wat dan met dat vermogen, ik bedoel, ik zeg het nog eens, het mooiste dat het ingenieurschap in een automobiel de laatste 20 jaar ons heeft gegeven, is niet dat we plots 1000 pk kunnen hebben in auto's, ook met verbrandingsmotoren, maar wel dat mensen dat gewoon kunnen ophalen bij een garage en ermee naar huis kunnen rijden zonder dood te zijn. Voilà. Dat je met een rijbewijs B, dat je misschien zoals mij hebt gehaald in een Suzuki Alto, dat je met dat zelfroze papiertje, alleen nu een roze creditcard, dat je daar nu gewoon met 1000 pk mee mocht rijden. Hè? Van 58 naar 1000 pk met hetzelfde papiertje. Moet daar nog altijd van bekomen eigenlijk. Ja, wel. Ik ben nu een beetje terug in harmonie aan het geraken. Oh, nee, ik wil eigenlijk uitstappen en het stuur aan u geven, want ik voel mij heel onpasselijk. Ik denk dat er nog één chakra zo'n beetje tegen mijn hoofdsteun plakt, maar zo'n beetje is hem... Oh, nee. Oh, dit is... Oh. Oh, ja. Ja. Ja, daar gaat het mee. Dat is iets... Ik moet zeggen zo... Hè, ik denk dat het met een evenwichtschakra is. Bij de Taycans en de e-trons van deze wereld is dat ook wel snel. En zeker met dat tweetraps vind ik ook wel tof. Dat je zo die tweede schop krijgt. Maar dit is toch wel nog iets anders. Alleen dat stuur, dat is echt wel gigantisch een brol. Goed, ondertussen even knippen dat we terug in de regen van Comte kunnen uitkomen. Hè. Gezien dat we dan weg zijn van voilà, we hebben een stukje gereden. Ja, het is geknipt, iedereen gelooft dat wel. Dan zijn we natuurlijk aan de mooie Kiss & Ride in Comte van Fastnet. Niet dat we daar reclame voor krijgen, maar ik vond dat gewoon cool dat op de E19 er al 2 Fastnet staan. Ja. Tussen Antwerpen en Brussel. En ga ik u zeggen waarom? Omdat ik zelf elektrisch rijd. Ja. Voilà. Als ik rijd altijd Mechelen-Noord autostraden op. Dus als ik naar Brussel moet, kan ik nu snel laden als het moet. Ja. Maar vanaf nu ook als ik richting Antwerpen moet, kan ik snel laden. Voilà. Dus voor mij is dat, dankjewel Fastnet. Bij deze de shout-out wilde trouwens deze podcast van de Wim, hoe noemt dat, sponsoren? Ja, laat maar weten. Hè. Ik denk dat het oké is. Voor 20 euro doen wij veel. Die website voor zo'n sponsoring? Zo... Wat, onze Patreon? Patreon, dat was het. De Hunduks van Jonghart, de kastje, dan komt er Fastnet. Ik heb dat nu al eigenlijk genoeg gezegd, aan zich kunnen we al een invoice opsturen. Hopla. Dus, moraal van het verhaal. Model X, is het in, want dat is dat al een oudere auto, in 2023 nog steeds relevant? Ja. Is het duur geworden? Ja, maar alles is duur geworden. Alles is duur geworden.
zit hem nog altijd de concurrentie een beetje in haar, of zijn onderbroek? Is het mannelijk of vrouwelijk de concurrentie, Wim? In haar onderbroek. In haar onderbroek? Ja, dan mag het wel vrouwelijk als het over onderbroeken gaat. Ja, vetzak, paljas. U heeft voorrang, meneer. Doe maar. Sorry, zit nog altijd in haar onderbroek? Ja. Ik weet het niet. Ja, qua wat het kan met elektriciteit, qua prestaties in de eerste plaats, en ook gewoon nog altijd qua verbruik en zo, want oké, het zit relatief... Zoek eens op wat we verbruikt hebben. Even kijken naar ritten. Ik ga ondertussen pinken. 33. Gekruist. We hebben nu 33 kilowattuur verbruikt. Oké, maar ja, jij hebt er al mee normale gereden en toen zat je rond... Ik ben de normale van ons twee, inderdaad. Dat wordt dan weer zo geframed, hè. Jij zat rond de 25, toch? Ja, zoiets, inderdaad. Met relatief slecht weer, hè? Want het is zeer regenachtig, A12 tussen Aartselaar en Duitsland. Geef maar alles, GDPR onze dingen vrij. En hoe zit je dan nu in P? P. Voilà, P. Oké, dan moet je dat hier afsluiten en dan ga ik eens van achter zitten. Maar hebben wij alles verteld voor de rest wat er te vertellen valt? Want ik heb het gevoel dat je naar huis wilt. Ja, ik moet even ademen. Ademen, zei. Voilà, nee, dan... moraal van het verhaal, daar waren we over bezig. Hij is nog altijd relevant, dus wat hij qua stroom, qua energie dingen kan, qua prestaties, qua ruimte ook, hè, want het is een hele ruime auto. Oké, het is 5 meter aan Tesla, maar goed. Moeten de plit hebben? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Is het? Tenzij dat je dat echt tof om te hebben... Dat wel. Ja. Daar moeten we niet flauw over doen. Daar moeten we niet flauw over doen. Voilà. Ja. Dan denk ik dat we rond zijn. Jij mag afwandelen. Ja. Nee, nog een klein twee stretchen. Ah ja. De Model S of de Model X. Ik ga het er gewoon voorleggen. Welke zouden we overhouden? De politie is ons al aan het zoeken vanuit Duitsland. Dat ik denk dat ze een ambulance voor u hebben gebeld. Ah, omdat jij zo misselijk bent. Sorry. Ja, ik moet echt even uitstappen zo dadelijk. S of X. Ik ben gewoon even dat ding aan het meedoen. Het zijn alle twee auto's in mijn... Dat zit de grote auto. Maar ik weet het. Het is erom, want ik weet dat jij anders van een Model 3 zou gaan. Maar... Ja, dus, ik weet het niet, Wim. Dat kan ik oprecht geen antwoord. Ik vind dat alle twee hetzelfde. Ja. Niet mijn ding. Een X. Ah, wel, ik ook. Ik denk ook dat ik voor een X zou gaan, zijn omdat het... Zijn het... ouders geworden? Ook, want misschien... Ah nee, het kinderzitje is niet zichtbaar, maar er zit een kinderzitje. Maar omdat het... Als ik het met een denigrerend woord gimmickpakket van Tesla mag noemen, als je dat volledig wilt maken, dan moet je eigenlijk van een X gaan. Met die deuren ook nog. Je hebt die deuren, je hebt die zitplaatsen die wat contrair zijn. Ja, ik vind het ook tof dus dat die... Dus het totaal Tesla-plaatsje klopt meer. Die extra zitrij van achter kun je ook gewoon door middenin te wandelen bereiken. Ja. Dus dat is, het is eigenlijk een handige 6-zitter. Ja. Dus voilà, de Model X. Het aankoopadvies van autofans. Tesla Model X. Model X. Voilà. Zijn we nog heel wees rijk en koop een Model X, want dat kost veel geld. Dit was Roadtrip voor deze week. Bedankt voor het kijken, luisteren en het meevoelen met onze chakras. We zijn er binnenafzienbare tijd liever weer met een heel andere auto die hopelijk niet zo misselijkmakend snel accelereert. Want als Yves Bleek overkomt op beeld, het is in realiteit ook zo. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Dag! Bye bye. Ook eens naar die kamer. Bye bye.